Hi, ik ben Andy Versteeg, alias Dr. Perfume van Aroma Visuals. En ik ga vanavond Aroma Jockey in Tivoli. Ik werk dus met elektrische kookplaten. Dus dat schaal op met water. Die brengt naar een kookpunt. De damp die er vanaf komt en de olie, gezamenlijk met de olie, de ventilatoren die trekken het, zuigen het aan. En aan de voorkant was zo de ruimte in verspreid. Maar wat doet het met de stemming van mensen op een feest? Je hebt heel veel positieve geuren, negatieve geuren. Die je over het algemeen gebruikt. Dus de positieve geur waardoor de sfeer opgekrikt wordt. Nou, geuren kunnen natuurlijk ook andere geuren maskeren. Zo kan je met een prettige geur een onprettige geur maskeren. We kennen dat natuurlijk allemaal wel uit de verstuiver in de wc. Laten we maar even heel banaal zeggen. Dan heb je een play-effect in de discotheek. En nou, dat kan wel positief zijn. En daarbij gebruik ik feromonen. Feromonen is een stof die elk mens heeft in de zweet. Die wordt op elkaar verliefd. En dat is juist die stof waar mensen verliefd op elkaar. Die moeten niet zo zien dat het mensen extra geel maakt. Maar het brengt wel meer happiness. Is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen dat mensen door de feromonen meer een prettiger en zaliger gevoel krijgen daarbij. Als men beweert dat menselijke feromonen datzelfde effect hebben als wat we in de dierenwereld vinden, bijvoorbeeld dat er dan kritiekloos tot paring wordt overgegaan, dat klopt niet. Ruiken jullie iets? Als je dichtbij staat, ruik je het. Wat ruik je dan? Ja, ik weet niet wat ik ruik, maar een soort zoetige lucht. Vind je het lekker? Ja, op zich wel aardig. Ja, sterke lucht. Wat voor lucht? Ja, ben je pittig? Is dat vanille of zo? Ja, vind je het lekker ruiken? Ja. Want er zitten feromonen in. En dat maakt je verliefd, dat stofje. En voel je daar wat van? Nee. Maar ik sprak net wat mensen uit... Maar sommige mensen roken het helemaal niet. Hoe kan dat nou? Ja, sommige mensen pikken het wel op en sommige mensen niet. En vooral achterin. Ik heb een afzetgebied. En vooral in het midden van de zaal, daar kunnen mensen het ruiken. En daarbuiten is het de bedoeling dat mensen zichzelf terug kunnen trekken.